allerlei soorten dingen. Wat een blues. Wow. Blues. Blues. Goed, we hebben je natuurlijk al genoeg gehoord in de uitzending, Martijn. Maar ja, je bent hier natuurlijk altijd traditioneel voor Oostland in de Krant. En ja, dat kunnen we natuurlijk niet laten schieten. Nee, ik zal het niet te lang maken, want ik heb al genoeg airplay gehad wat dat betreft. Maar ik wil iedereen wel even wijzen op een hele bijzondere tentoonstelling. Iedereen heeft wel eens gehoord van Vermeer. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Zo heet mijn achterbuurman. Johannes Vermeer. Dit is Johannes Vermeer. Oké, okay, die ja. Die leeft al niet meer sinds ergens 1600. Kunstschilder uit Delft. Heeft hele mooie schilderijen nagelaten. In tegenstelling tot wat veel mensen denken. Zijn het er niet meer dan 100. Zijn er ook geen 50. Hij heeft er slechts 36 geschilderd. Okay. Onder andere het meisje met de parel. Het melkmeisje, ja, tuurlijk, natuurlijk, ja. hartstikke bekend. Nou heb je in Delft wel zijn hometown. Een heel mooi Vermeer centrum. Tuurlijk. Maar daar hangt geen Vermeer. Helemaal niks. Nee. Daarvoor moet je een beetje anticlimactisch. Daarvoor moet je nu op dit moment naar Pijnaker komen. Want in restaurant Het Witte Huis hangen ze alle 36. Serieus? Voor miljoenen. Bizar, joh. Ja, alle 36 zijn ze daar te zien. Ze zijn alleen geschilderd door onze eigen kunstschilder. Deze is leuk. Wim Meijer. En, hij heeft geen meer van zijn achternaam. Als je beter mijn achterbuurman kennen. Ik zei nog, hij heet Wim Meijer. Meijer, is dat niet een soort van verbastering? Hè? Vroeger werd het ook wel eens met een C erbij en een M'tje erbij. Maar van Vermeijer, Vermeer. Wim Meijer, dat het uiteindelijk dan Vermeer Meijer is geworden. Het had echt een hele verre neef kunnen zijn. Want nou ja, goed, als je zijn schilderijen ziet. De 36 Vermeertjes die hij heeft nageschilderd. Het is niet van echt te onderscheiden. Moet je ook nog een keertje weten dat Wim Meijer vertelde. Geen enkele opleiding te hebben gehad op het gebied van schilderkunst. Dat is wat natuurlijk extra knap dan nog. Hij zegt, ik sta er zelf van te kijken. Hij is ooit gaan zitten achter een ezel met een fotootje van een schilderijtje van Vermeer. Dat is hij gaan naschilderen. En dat deed hij toch bijzonder verdienstelijk, zeg maar. Iedereen veel van zijn stoel. Zelfs zo erg. Ik heb vandaag iemand gesproken van het Vermeer Centrum in Delft. De directeur, Herman Meijers. En die heeft enkele werken van Wim Meijer gezien. En ik kom binnenkort met een grote kunstdelegatie naar Pijnaker. Nee joh, oké. Okay. Mensen vielen echt van hun stoel af wat hij daar heeft neergezet. En elke dag is de hele collectie gratis te bekijken. In het Witte Huis in Pijnaker. Je kunt parkeren bij parkeergarage Akkershof. Eerste 2 uur gratis. En dan in restaurant Het Witte Huis op het Raadhuisplein. Kan je niet missen. Het is een heel groot Witte Huis. Mis je niet hoor. Ja, daar hangen de 36 werken van Wim Vermeer. Briljant. Is echt een briljant idee om binnenkort eens een keertje te gaan doen. Gratis toegang. En wees er snel bij. Want we verwachten echt dat de komende dagen dat het storm gaat lopen. Er is landelijke media gaan erop duiken. En wij natuurlijk. Hè? Wij duiken er ook flink op. Maar goed, hartstikke leuk. Martijn, even tussendoor voor al het nieuws uit Pijnaker. Telstar-online.nl, toch? Ook nog eens een keertje. Ja, hartstikke bedankt. Nou goed, even over het nieuws uit Lansingerland.